Deze video van de explosie van een brug gaat viraal op sociale media. Online accounts beweren dat we hier de instorting van de Francis Scott Key Bridge in de Amerikaanse stad Baltimore zien. Klopt dat? In de nacht van 25 op 26 maart stortte de Francis Scott Key Bridge in nadat een containerschip tegen een pijler van de brug was gevaren. Die aanvaring werd vastgelegd. Maar op de beelden die circuleren van de instorting is geen explosie te zien. We dubbelchecken en laden enkele screenshots van de video op bij TinEye. Zo komen we terecht bij een video van de Amerikaanse nieuwszender CNN, waar we dezelfde beelden zien. In het artikel lezen we dat de video de explosie toont van de Krimbrug, die op 8 oktober 2022 plaatsvond. Die brug, die 19 kilometer lang is, verbindt Rusland met het Krimschiereiland. Oekraïne had toen een aanval uitgevoerd op de brug, waarna die deels was ingestort. Ook beeldbank Getty Images publiceerde een screenshot van de video op hun website, dat overeenkomt met de beelden uit de X-video. In de beschrijving lezen we dat het inderdaad gaat om beelden van de ontploffing van de Krimbrug. De video toont dus de ontploffing van de Krimbrug en geen alternatief beeld van de instorting van de Francis Scott Key Bridge. Durf twijfelen. Volg KNAK.